eerste doelman van NAC tegenwoordig. Ja, mooi toch. Ik ben naar Sparta gegaan. Hoe voelt het nou om nou eindelijk het vertrouwen te hebben als nummer 1? Ja, het heeft een tijdje geduurd. En ik heb al vaak gezegd, het is best wel lastig als je op je kansen moet wachten. En dat er iemand voor je zit die het zo goed doet. Alleen ik heb wel altijd geduld gehad. En gelukkig geeft NAC mij nu de kans om het te laten zien. Bij andere clubs zit gewoon een goede eerste doelmoment, zeker voor de KKD. Dus mooi dat we zo iemand achter de hand hebben gehad, denk ik. Ja, ik denk dat ze me daarop ook gehaald hebben op ervaring. En nogmaals, ik heb altijd keihard getraind en heb mijn best gedaan. En gelukkig hebben we dat ook gezien. Vandaag dan de eerste echte test. Jullie misten eigenlijk best wel veel spelers, stiekem. Maar je hebt wel een paar keer mogen onderscheiden met een 1-op-1. Ja, je weet natuurlijk dat dit is de eerste serieuze test voor ons. Dat je wat meer te doen gaat krijgen. En er zaten een aantal goede momenten bij. En een aantal momenten wat beter moet van mijn kant. En dat gaat alleen maar beter door mee te spelen en ritme te krijgen. Op het dat je tegenkomt kan je waarschijnlijk niet zo heel veel aan doen. Hè? Goede corner, goed binnengekopt van dichtbij. Dat kan je niet echt pakken. Ja, dat is altijd van die momentjes dat je bij jezelf denkt. Misschien komen, misschien niet. Alleen nogmaals, dat zijn momenten die door veel ritme beter gaan. Dus ik denk dat Excelsior, hè, je krijgt veel te doen in zo'n wedstrijd. Maar ik denk dat je 3 of 4 kreeg met een katachtige redding nog eruit wist te tikken. Ja, nee, ja, wat je zegt, natuurlijk krijg je wat meer te doen. Dat is logisch. En dat is als keeper soms wel eens fijn om jezelf een beetje te onderscheiden. 3 keer 30 minuten, dat is een beetje raar spelen, denk ik. Ja, het was apart. Maar op zich, ja, het is nog steeds 90 minuten. Maakt niet zoveel uit. Ja, maar jij kreeg 60 minuten tegen de tegenzon. Ja, daar was ik ook niet helemaal blij mee, want ik hoorde dat het vanuit ons kwam dat we de tweede helft daar zouden blijven, of de derde helft daar zouden blijven. Terwijl ik juist kant heb gekozen om dat niet te hebben. Dus daar moeten we het nog even over hebben. Als je kijkt nu, 3 keer 30 minuten gespeeld, wat vond je zelf van het team spelen vandaag? Bij Vlaag ging het wel aardig, denk ik. Wel wat kantjes gehad. Ook heel veel slordigheden. Dat zal er wel echt uit moeten. Alleen we hebben ook natuurlijk een heel jong elftal. En we moeten ook goed op elkaar ingespeeld raken. En daar zijn dit soort momenten wel ideaal voor. Wat viel je op? Positieve zin van het elftal? Wat viel me op? Nee, ik denk dat nogmaals dat we bij Vlagen wel, zeker de eerste 60 minuten, wel aardig voetballen soms. Aantal kansen hebben gekregen. Excelsior is toch een eredivisie ploeg. Wij jong. Onervaren, dus er zijn wel wat lichtpuntjes. Nou, vandaag aan het einde van de wedstrijd liep je met een grote zak ijs rond je knie. Wat was daar nou precies gebeurd? Ik had de eerste helft een aardige botsing en ik voelde wel gelijk dat mijn knie gekneusd was. Alleen als je dan een beetje in beweging blijft, dan moet het wel lukken. Maar nu is die wel wat dik, dus maar niks ernstigs. Dan een gekneusde knie, ik heb geen idee. Kan je daar gewoon mee door blijven keepen? Ik ga het wel doen, denk ik. Dus ik zal hem goed los moeten houden. En dan moet het ook wel goed komen. Klinkt goed, succes. Dankjewel.